Nederland wonende Armaniër Leon Alaverdian. Hey. Ja. Kun je vertellen hoe de wedstrijd gisteren heeft verlopen? Ging best wel goed. Vooral de eerste drie rondes waren heel goed. Ik moest vooral niet mee met hem gaan knokken, omdat hij 3 kilo zwaarder woog. Dus, want hij was fysiek iets sterker als mij. Dus ik moest meer op techniek boksen, op afstand houden. En dat ging heel goed. Alaverdian was in eerste instantie niet Kokabals tegenstander. Ja, normaal gesproken had ik wel een tegenstander uit Rotterdam. Want die wist dan dat hij tegen mij moest boksen. En had hij dan gehoord, had hij afgemeld. Die wou niet tegen mij boksen. Omdat Hoes nu zo goed is, heeft hij problemen om goede tegenstanders te vinden. Daarom moest hij gisteren uitkomen tegen een bokser uit een zwaardere gewichtsklasse. Kijk, het is overmacht, hè? Dat er niemand in zit. Het is overmacht. Hoes nu die groeit de laatste jaren boven de tegenstanders in Nederland uit. Er zijn wel mensen, maar niet van het niveau van Hoes nu. Kijk, dan zou het oneerlijk zijn als je tegen een jongen moet boksen wie je de eerste ronde eruit slaat. Dus er moet een acceptabele tegenstander zijn. En dat is ook normaal natuurlijk. Want het moet wel een eerlijke weg blijven. Om toch zijn wedstrijden te kunnen spelen, gaat Hoes nu de komende jaren zijn heil zoeken bij onze oosterburen. Duitsland is een beetje groter dan Nederland, dus de sport wordt daar ook wat meer beleefd, zeg maar. Ook veel meer boksers natuurlijk. Nederland is natuurlijk een klein landje, zeker het boksgebied. Het aantal boksers. En in Duitsland heb je de competitie zo, de Bundesliga. Daar boksen een achttal teams in. En die boksen om de 2 weken tegen elkaar en uit een thuiswedstrijd. En dan kan je goed dat ritme op doen, zeg maar. En dat ontbreekt natuurlijk in Nederland. Er is een grote kans dat hij Nederland vertegenwoordigt op de Olympische Spelen in Sydney. En dat weet Barry van Halen nu ook.